السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نريد السلام أصحاب بحر قناة النهر شعفة. ما أنت برنامج كيني برنامج هذا الوقت وين هاي أو ما أنت حن بروينا إن شاء الله كاميرا تقصو حن بروينا أو حن تجينا مقالة ده هو كورت رجيو مقالة كورني أو تتحسوا ألا ويدينا نقصو أي قصة أو كان يقول دواي مركا هذا سؤال بس والله هنا. Excuseer me, mevrouw, hoe heet u de naam van de burgemeester? Francis Benoit. En weet u waar hij woont? Oeh, een vrouwtje, nee, dat gaat niet kunnen. Nee. Ja. Dus, noten? Ja, ik wil hallo zeggen tegen hem. Oei, oei. Ja. Francis Benoit, kijk een keer of hij het niet vindt. Ja, zijn adres, oh nee, ik niet. Woont hij echt? Ik ben niet van hier, dus ik weet het niet. Ga ik hem weer drinken? En. Dus hij woont niet ergens hier? In Kuurne, ja, je woont zeker in Kuurne. Maar waar? Ik ga het niet kunnen zeggen. Ja. Oké, dus ik kan je zeggen. Ik zat net gewoon video te filmen. Ja, ik ben nu aan het filmen voor mijn YouTube-kanaal. En de camera is daar. Kijk maar daar, in die kleine auto daar. En dus, wilt u dat ik in YouTube plaats of moet ik het verwijderen? Hé? Ben je niet? Wat, hij heeft dat nu gefilmd? Ja. Mij niet verkeerd gezegd. Ja, dank je wel. Goeiedag meneer. En weet u waar ik de coronavaccin kan vinden? De wat? De coronavaccin. Oh. Het coronavaccin. Dat denk je niet als je dat doet. Het is voor een test. Alsjeblieft. Het is voor een coronatest. Denk ik, ja. Als hier nu die straat in gaat, gaan daar grote plakaten staan. Mm-hmm. En gaat het zien daar. Oké, ik heb een vraag voor u. En wilt u graag, als iemand zegt dat de coronavaccin aan u wil geven, wil, zou je het gebruiken of niet? Ik sta op twijfel. Wat vind je eigenlijk van de coronavaccin? Ik vind het niet. Vind je dat ik denk dat we moeten afwachten na een tijdje dat er al vele mensen het vaccin gekregen hebben. Bijvoorbeeld, maar om vaccin te maken, duurt het 8 jaar of 7 jaar of zo? Ja, tot 10 jaar. En nu is het gemaakt, maar is het 8 maanden of zo? Ik weet het niet. Ik denk dat we gewoon moeten afwachten. Ja. Wat dat het resultaat gaat zijn na een periode dat er al de mensen die nu al gevaccineerd zijn, dat is toch maar, denk ik, gaan we dat maar na een paar maanden weten of dat vaccin werkelijk werkt of niet. Maar er komen altijd varianten bij, hè? Er komen altijd mutanten. Ja, dat is juist. En dat is een beetje het hetzelfde van een griepvaccin. Hè? Ja. Ik heb een griepvaccin gehad. Maar als een ander variant is van griep, kan ik hem toch krijgen. En? Omdat die inspuiting niet voor alle griep. En hoe vindt u eigenlijk van de mondmasker? Vindt u dat eigenlijk mondmasker moeten dragen? Of? Ja. Ook in de tieners op school? Like bijvoorbeeld onder, er zijn veel kinderen zo in de klas en zo. Ja, maar dat weet ik. Dat is het probleem. Bijvoorbeeld, kijk, in de klas is het zo, like, bijvoorbeeld iedereen zit niet naast elkaar. En nog steeds moeten we eigenlijk mondmasker dragen. Ja, dat is zo iets dubbels. Zelfs als mensen weten dat we geen corona hebben, moeten we ook nog steeds corona. Ja, maar ja, dat is ook, hè. Ja. Want ik heb zelfs een hekel aan mensen die hier in de stad lopen, terwijl dat het wel verplicht is hier, zonder mondmasker. En toch ga ik het patent opmaken. Waarom? Ik woon hier. Alle dagen moet ik mijn boodschappen doen. Ja. Dus ik ben verplicht van tussen de mensen te lopen. Vindt u dan liever dat we lockdown krijgen voor een lange periode, dan gaat sowieso corona veel minder zijn dan net als nu? Ja, je moet wel rekening houden. We zitten bij de beste van Europa, he? Hier in België. Wat bedoelt u daarmee? Dat we de minste besmettingen en opnames in het ziekenhuis en sterfgevallen hebben. In Europa. In heel Europa. Maar daarom wil ik nog...
zeggen dat we al de regels overboord moeten gooien. Dat mag niet, hè? Hoeveel zijn eigenlijk nu besmet in heel België? Ja, ik weet het niet. Want ik kijk zelfs niet meer naar het nieuws. Ik wil niet meer kijken. Ja. En bedankt voor uw tijd. Het is gewoon het feit. Je hoort dat, je hoort dat, je hoort dat. En je weet, op een duur weet de mens niet meer wat mag, wat niet mag. En probleem. Ja, bedankt voor uw tijd, mevrouw. Er zijn problemen. En ja, ik wil zeggen dat ik een YouTube kanaal. Ik heb een YouTube kanaal en ik zit nu te filmen. Wilt u graag dat ik dat op YouTube post of wilt u graag dat ik het verwijder? Dat is uw eigen keuze. Mijn keuze? Ja. En het, ja, het camera is daar. Zolang dat je niemand ermee kwetst, is dat oké. Ja, dank u wel. Maar iets, zelf iets op Facebook zetten of Instagram. Zolang of dat je de mensen niet kwetst, is dat oké. Ja. Ik zit zelf ook op sociale media, he. Ja, sweet, maar ook. Maar ik kan niemand kwijt. Ja, sweet. Dank u wel. Het is wat plezier gedaan. Ja. Ik kan hier een keer naar het ziekenhuis. Ja. Want mijn man is in het ziekenhuis. Veel succes. Ja, dank u. Graag gedaan. Naam van de burgemeester. Benoit. En weet u ergens waar hij woont, of oh, niet? Oh, nee. We zijn niet van Kuurne. Nee, maar ik denk dat hij in de... Benoit, maar zijn voornaam weet ik ook niet. Wat is een Benoit? De welke straat is dat? Ik weet het niet. Ik weet nog niet, maar ik weet het niet. Ik weet het niet. Benoit. Kan dat dat ik naar zijn huis ga en zo hallo zeg of zoiets, of dat ik met hem even blijf? Kan dat? Hoe zegt u, kan dat als ik naar zijn huis ga... En even met hem blijf? En met hem praat? Ja. Goh, maar wij zijn niet van Kuurne, dat weten wij niet. Ah, dus jullie wonen niet hier? Nee, doen hier een wandeling. We zijn een wandeling aan het doen. Ah, oké. Okay. Misschien die mevrouw daar, of ja, we zullen misschien nog wel mensen tegenkomen. Ja, ik heb haar... Maar ik denk, maar ik ben niet zeker, maar dat hij die richting uit woont. Ah ja. Dat ergens in die richting. Ja, dankjewel. Ja? Allee, veel succes. Allee. Ja. Dag. Weet u de burgemeester van Kuurne? Wat blijft? Een burgemeester. Ja. Ah ja, we dat hij woont, hè? Woont hij niet ergens hier? Nee, niet hier ergens. Dan toch buiten of zo. Hij buiten Kuurne leed. Ah, kan dat ik naar zijn huis ga en hallo zeg? Of ja, bij hem, dagen bij hem blijf? Ik weet het niet, ik kan u niet aan. Ah, ja.